Nadat Hitler en de NSDAP door de machtigingswet in Duitsland alle macht naar zich toe hadden getrokken, begonnen zij met de nazificatie van Duitsland. En daar gaan we in deze video's naar kijken. Propaganda speelt er in een belangrijke rol, dat is altijd het geval bij totalitaire ideologieën. Maar ook uh, de crisis van dat wereldkapitalisme, die economische wereldcrisis en hoe Hitler daarop reageert, speelt erbij ook een belangrijke rol. Maar goed. Door die machtigingswet uh, wordt de NSDAP in feite dus een totalitaire staat. Hè. Dus uh, een, een staat met erin één partij, met één sterke leider die door middel van propaganda, en censuur en door onderdrukking totale controle over het handelen, over het denken en doen van de bevolking wil. En vanaf 1933, het jaar dus waarin Hitler uh, de, aan de macht kwam, werd Duitsland dus langzaam rand genazificeerd. En nazificatie houdt in dat de hele samenleving wordt georganiseerd volgens de ideologie van het Nationaal Socialisme. En daar zetten de NSDP verschillende middelen voor in. Uh, ten eerste, natuurlijk, de terreur en de onderdrukking van andersdenkenden. Dus mensen die niet eens waren met de Nationaal-Socialisten of die een andere politieke partij aanhingen, een andere gedachtegoed aanhingen, die werden uh, gevangen gezet, die, die werden geïntimideerd en dergelijke. Nou, denk terug aan die communisten hè, die na die Rijksdagbrand al uh, onder druk werden gezet en uh, gevangen werden gezet. Uh, daarnaast werd er ook heel veel gebruik gemaakt van uh, censuur in de kunst en media om de Duitse bevolking te nazificeren. Dus uh, kunstenaars die mochten uh, bijvoorbeeld alleen nog maar hun beroep uitoefenen als ze lid waren van uh, de Rijkscultuurkamer. Hè, dus dat was door uh, de Duitse regering opgezet en erin mocht alleen. Kunst worden gemaakt uh, door kunstenaars die uh, ja, de Duitse regering ook had goedgekeurd. Dus, dus Joodse kunstenaars mochten bijvoorbeeld geen uh, kunst meer maken. Uh, de media werd gecensureerd. Hè, dus de regering controleerde wat er in de kranten kwam, wat er op de radio werd gezegd en zo. Dat werd allemaal aan banden gelegd. Dus zo kreeg de bevolking ook alleen nog maar de boodschappen mee waarvan uh, de Duitse regering ook wilde dat ze die uh, meekregen. Ja, en wat je ook zag is dat dus er grootschalig gebruik van propaganda plaatsvond. Hè. En dat gebeurde met name door uh, nieuwe communicatiemiddelen die aan het begin van de 20e eeuw werden opgekomen. Waar de NSDAP echt heel veel gebruik van maakte, zoals bijvoorbeeld radio en zoals bijvoorbeeld film. Ja, en die nieuwe communicatiemiddelen waren natuurlijk heel geschikt om de Duitse bevolking uh, die ideeën van de naties bij te brengen. Dus om uh, de propaganda mee te maken. Even dieper ingaan op die onderdrukking. Wat waren dan de eerste slachtoffers van die onderdrukking? Nou, dat waren dus politieke tegenstanders, waaronder die communisten, zoals ik al zei. Maar uh, daar kwamen ook andere slachtoffers bij. Uh, namelijk mensen die niet pasten in het idee van de Duitse Volksgemeenschap. De v Duitse Volksgemeenschap. En ja, die Volksgemeenschap was eigenlijk het, uh, een ideaal wat Hitler voor ogen had. De ideale en harmonieuze samenleving die raszuiver is. Hè? Dus er woont alleen echte Duitsers, arische mensen en er zouden ook geen klassetegenstellingen meer zijn. Dus iedereen zou daar ja, harmonieus samenleven eigenlijk. Maar goed, dat betekent dus ook als je dat voor ogen hebt, dat er maar plek is voor één soort uh, mens in de ogen van de naties en dat dus ook bijvoorbeeld geen plek is voor uh, Joden en andere niet-Ariërs, uh, maar er was ook geen plek voor uh, gehandicapten, want die werden gezien als uh, zwakke mensen en het, het moest natuurlijk wel een sterk ras zijn, vond de NSDAP. En uh, er was bijvoorbeeld ook geen plek voor, voor homo's en lesbiennes, want ja, dat, dat paste ook niet in het idee van zo'n uh, superieur Arisch ras. Nou ja, hoe werden deze mensen dan onderdrukt? Een aantal voorbeelden daarvan. Al in 1933 worden de eerste concentratiekampen in gebruik genomen. En dat, dat zijn uh, kampen waar dus, uh, mensen gevangen worden gezet, hè, bij elkaar worden geconcentreerd, eigenlijk, uh, waarin ze ook te werk werden gesteld en dergelijke. Het zijn nog niet uh, de vernietigingskampen zoals ze later ook zullen zijn. Het gaat hier echt om, uh, om, ja, om gevangeniskampen, om werkkampen. Uh, de burgerrechten van de Joden die worden stap voor stap eigenlijk afgenomen, hè. het worden echt tweederangs burgers uh, worden ervan gemaakt, niet-Joodse Duitsers mochten bijvoorbeeld niet meer met Joodse Duitsers trouwen, uh, Joden mochten niet meer uh, voor de overheid werken en dergelijke, het werden echt tweederangs burgers. En ja, dan zou je dus af kunnen vragen waarom uh, veel Duitsers daarin meegingen. Waarom was er niet protest? Nou, dat was er wel. Maar uh, veel Duitsers die steunen toch ook wel het, uh, het nieuwe regime van Hitler. En dat kwam vooral vanwege het snelle economische herstel dat er plaatsvond vanaf 1933. Hier zien we in de grafiek uh, de werkloosheidscijfers uh, van, van Duitsland. En je ziet dus dat dat vanaf 1929 heel snel gaat oplopen. Maar dus uh, dat vanaf 1933 dat ook weer heel snel. Af gaat lopen. Wat andere regeringen voor Hitler niet was gelukt, was hem met zijn regering wel gelukt, namelijk een einde maken aan die economische crisis van Duitsland, een einde maken aan die grote werkloosheid. En hoe kwam dat dan? Nou, voor een deel had dat te maken met het feit dat het overal in de wereld langzamerhand weer beter ging met uh, de economie, dus dat de wereldhandel ook weer opleefde. En dat is dus iets waar Hitler eigenlijk geen invloed op had. Maar hij maakte ook werk van zijn verkiezingsbelofte, namelijk uh, dat hij dus ook uh, de werkloosheid zou laten dalen. door zelf met zijn regering uh, heel veel te investeren in de economie. Hè. Dus, dus er werd massaal geïnvesteerd in uh, economische sectoren. die eigenlijk ook goed waren om iets wat we later ook zullen gaan zien: om, uh, om oorlog mee te kunnen voeren. Dus er werd massaal geïnvesteerd in, in de auto-industrie, zoals we hier ook bijvoorbeeld zien. Ja, en dat soort zaken, gecombineerd natuurlijk met de grootschalige propaganda, zorgen ervoor dat veel Duitsers de NSDAP en Hitler blijven steunen.